dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij deze rechtstreekse uitzending van RTV Gouwestad vanaf de Goudse Markt. Vanaf 9 mei 1945, dus 4 dagen na de Duitse capitulatie, herdenkt Nederland allen, dat wil zeggen burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1961 is onze nationale dodenherdenking aangepast en herdenken wij ook degenen die zijn omgekomen bij andere militaire acties, zoals in Libanon, het voormalige Joegoslavië, het Midden-Oosten of in Afrika. En hoewel wij vanavond ook de gevallenen in het voormalig Nederlands-Indië herdenken, vindt er op 15 augustus een aparte herdenking plaats waarbij de capitulatie van Japan wordt herdacht. Tussen nu en ongeveer 5 minuten zullen de deelnemers aan de 3 stille tochten arriveren. Die stille tochten die vertrekken vanaf de oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat, de begraafplaats IJsselhof aan de Goejan Verwellendijk en de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg. En die zullen dus aanstonds worden verwelkomd en ook de mensen op de markt, u ziet dat het al druk is daar, die zullen verwelkomd worden door de heer Jan van Inge en hij is de voorzitter van de stichting 4 en 5 mei Gouda. U ziet dat eerste deelnemers de Goudse Markt al opkomen lopen. Op de achtergrond hoort u het klokgelui van de kerktoren van de Sint-Jan. En de erewacht die wordt aanstonds ook in het galit gezegd, zoals dat zo mooi heet. En dan om 7:50 zal de heer Jan van Inge, zoals gezegd, niet alleen alle deelnemers verwelkomen, maar hij zal ook enige mededelingen doen over het programma zoals dat vanavond zal plaatsvinden. Van 7:56 tot 8:03 zal, kan ik een beetje vooruitlopen alvast, herdenkingsplechtigheid een muziek plaatsvinden van een samengesteld orkest bestaande uit leden van Gouda's Harmonie de Pionier en leerlingen van Kruispunt Gouda. En die staan onder leiding van Maaike Gerelsma. En zij zullen passende muziek ten gehore brengen. De vlaggen hangen al sinds 6:00, half stok. En die zijn half stok gehangen door die Kantankies, de scoutinggroep uit Gouda. En vanaf dat tijdstip hangen dus van alle openbare gebouwen en objecten, waaronder de waag, dus de Nederlandse vlag, half stok. En die zullen daar half stok blijven hangen tot zonsondergang. En het is zo ongeveer om 9:10. Je ziet hier de burgemeester lopen met zijn vrouw. En ook de jeugd is gelukkig weer goed vertegenwoordigd, zo te zien.
De veteranen. Dames en heren, jongens en meisjes. Mede namens de leden van het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei. En nu de voorzitter Gouda, van de Stichting 4 en 5 mei, de heer Jan van Inge. De burgemeester en wethouders heet ik u allen van harte welkom bij deze jaarlijkse plechtige herdenking. Een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld orkest dat bestaat uit leden van Gouda's Harmonie de Pionier en leerlingen van Kunstpunt Gouda zal spelen tijdens deze herdenkingsplechtigheid. Het orkest staat onder leiding van Maaike Gerritsma van Kunstpunt Gouda. Leden van Scouting, Die Kantankies, hebben aan het begin van de avond de medewerking verleend bij de bloemleggingen op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven op de drie begraafplaatsen en bij het herinneringsmonument van de heer Pille bij het Huis van de Stad. Zij hebben vervolgens ook de drie stille tochten begeleid naar de markt. En hier, nu op de markt, zorgen zij ook dat alles goed zal verlopen. Zometeen, even voor 8:00, speelt de trompetist de heer Smeeman de Last Post en daarmee luidt hij de 2 minuten stilte in. Na de 2 minuten zal de trompetist met een signaal de stilte weer verbreken. Vervolgens zingen wij de bekende 2 coupletten van het Wilhelmus en zal meteen daarna Sarah Schoenmakers, leerling van de Goudse scholengemeenschap Leo Vrooman, een gedicht voordragen van onze stadsgenoten, de heer Van Bommel, over de Tweede Wereldoorlog. Vanavond worden 3 kransen gelegd. De eerste namens de Goudse bevolking, de tweede uit erkentelijkheid voor de inspanningen van de leden van het voormalig verzet en de derde namens alle veteranen. Tijdens het défilé heeft iedereen de gelegenheid bloemstukken of bloemen te leggen bij het herinneringsmonument. Tijdens de kransleggingen en het défilé speelt het orkest passende muziek. Vermeld verder nog dat u naast het herinneringsmonument 2 erewachten ziet staan in het tenue van de binnenlandse strijdkrachten. Dan vraag ik graag nu uw aandacht voor het orkest dat staat onder leiding van Maaike Gerritsma.
En er zal aanstonds de heer J.P. Smeeman, de trompetist, met het gehoor brengen van de Last Post de 2 minuten stilte inluiden, zodat exact om 8:00 de 2 minuten stilte in acht worden genomen. Thank you.
En dat waren dus de twee coupletten van het Wilhelmus. Begeleid door het orkest onder leiding van Maaike Geraldsma. De, toen de dood rond jaarlijkse declamatie wordt dit jaar verzorgd door Sarah Schoenmakers. Zij is leerlingen van de Goudse Scholengemeenschap Leo Vrooman. Uitzicht de opening van de loop van een geweer. Prikkeldraad. Toen de angst het verzet van de spieren deed spannen. Waarna het overging, maar nooit voorbij. Waarna de vraatzucht de honger deed vergeten. Het zwijgen begon, omdat het elders erger was. En jij niet terugkwam. Waar geloof en hoop vervloog, waarde de dood in laarzen rond en verdween op kouse voeten. Waarna het overging, maar nooit voorbij. Het staat geboekt op planken. Daar staat het, stevast. Een schriftje wordt gevonden. Ergens uit een aanwijzing is er terugkeer. Een woord, een herkenning, een lange rij, een harde klap. Toen waarde de dood in laarzen rond. Nu komt hij toch terug. Wanneer staat hij voor de deur? Sarah Schoenmakers met een gedicht van Ben van Bommel. In heel Nederland stonden wij zojuist 2 minuten stil. De heer Van Inge geeft nu onze oorlogsslachtoffers de korte uiteenzetting over de betekenis van het herdenken van de slachtoffers. Die uit ons midden werden weggerukt, vernederd en omgebracht. Wij staan stil bij alle Nederlandse slachtoffers in oorlogssituaties en vredesmissies sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Naast militairen kwamen er voor het eerst ook grote aantallen burgers om. Zowel in Europa als in Zuidoost-Azië zijn velen omgekomen omdat zij in verzet kwamen of als gevolg van oorlogsgeweld of uitputting. Vrijwel de meeste slachtoffers vielen echter door doelbewuste en systematische vervolging en moord. Onder hen waren Joden, Sinti en Roma en andere groepen die de nazi's als minderwaardig beschouwden. Daarom gaan onze gedachten speciaal uit naar hen die zo zwaar getroffen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Ongeacht wie ze waren, waar ze voor stonden, wat ze deden of waar ze woonden. Vanavond herdenken wij alle burgers en militairen die hier of elders in de wereld zijn omgekomen of vermoord in concentratie- of vernietigingskampen, in interneringskampen, bij dwangarbeid of op zee, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Waaronder hen die omkwamen tijdens oorlogssituaties in voormalig Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea. Maar ook staan wij stil bij de slachtoffers van de vredesmissies waaraan Nederland deelnam om een bijdrage te leveren aan meer stabiliteit en veiligheid in de wereld. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er wereldwijd nog geen dag geweest zonder oorlog. Evenals toen hebben wij vandaag te maken met vrede en autoritaire groeperingen die zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord. De actualiteit van vandaag doet ons allen beseffen welke grote betekenis het herdenken van slachtoffers van oorlogen heeft. Herdenken en gezamenlijk stilstaan bij oorlog, vrede en vrijheid, onderdrukking, verantwoordelijkheid, mensenrechten en democratie maken mensen bewust van gevaren die, als gevolg van de gebeurtenissen in de wereld, veraf en dichtbij zichtbaarder worden. Als de vrijheid op de proef wordt gesteld, moeten wij haar steviger omarmen. Dat is niet altijd even makkelijk. Zo schreef de Duits-Nederlandse schrijver Hans Kelson, die zijn beide ouders in Auschwitz verloor, over de verleiding de haat van de ander klakkeloos te beantwoorden. Hij schreef: voordat je het weet, ben je aan één kant van een gevecht gedrukt. En laat ook jij, jouw haat, de vrije teugel. En word je tenslotte gelijk aan wie eerst jouw agressor, jouw vijand was. Sluipenderwijs ruil je humaniteit
eendracht en een open geest in voor wraaklust, voor polarisatie en geweld. Omdat een ander een onderscheid maakte tussen rassen en groepen en jou als vijand aanwees. Deze gedachte heeft nooit aan kracht ingeboet. Vandaar dat een open en democratische samenleving bij confrontatie met het kwaad haar principes, haar waarden en morele oriëntaties nooit moet opgeven. Vanwege onze geschiedenis reflecteren wij op het verleden en proberen wij lessen te trekken voor het heden en de toekomst. In het licht van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog besloot de internationale gemeenschap dat geen enkel mens meer verstoken mag blijven van het recht om rechten te hebben. Daarom werd de menselijke waardigheid verwoord en werden de fundamentele rechten van de mens vastgelegd. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd in 1948 aangenomen, gevolgd in 1950 door het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en in 1951 het Vluchtelingenverdrag. Op dit moment zijn 60 miljoen mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog. Mensen die hun eigen plaats in de wereld verloren zijn, niet langer beschermd worden door de wet of ontdaan zijn van al hun recht. De bescherming van vluchtelingen werd daarom na de Tweede Wereldoorlog een belangrijk politiek grondbeginsel. Bepaalde gebeurtenissen uit het verleden mogen zich niet herhalen in de toekomst. Daarom kunnen deze rechten van de mens niet verouderd zijn. Zij zijn namelijk universeel. Zij gelden voor iedereen en altijd, dus ook nu. Het zijn onze morele kernwaarden. Het enige dat wellicht in de wereld is veranderd, is dat onze herinneringen aan deze historische lessen beginnen te vervagen. Maar de oplossing is dat wij nooit stoppen met het hooghouden van de waarden die het vrij zijn mogelijk maken. Wij mogen ons vrij zijn niet laten afbakenen door degene die de vrijheid tarten of door impulsiviteit. Dat is onze waarde onwaardig. Want wie zijn eigen principes meteen inruilt op het moment dat je erop aangesproken wordt, heeft nooit principes gehad. Daarom moeten we steeds opnieuw nadenken over de wijze waarop de vrijheid zo goed mogelijk beschermd is. Elk jaar weer, elke dag weer. Het behoud van onze vrijheid ligt in het afwijzen van haat. Als de vrijheid op de proef wordt gesteld, moeten wij haar nog steviger omarmen. U ziet hier voor u het herinneringsmonument Sint-Joris en de Draak. De plek waar wij zo kransen, bloemstukken en bloemen gaan leggen. Dit monument werd op 4 mei 1948 onthuld en herinnert de Goudse inwoners aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Aan diezelfde muur, voor u iets meer naar rechts, werd in 2014 een lijst met de namen van de Goudse Joodse en niet-Joodse slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord, van de honger zijn omgekomen of door kogels of bombardementen of andere vormen van geweld om het leven zijn gebracht. Begin dit jaar zijn er, na zorgvuldig onderzoek, 58 namen van Joodse slachtoffers en één naam van een niet-Joodse slachtoffer bijgekomen. Het aantal Goudse Joodse slachtoffers is nu 385. En voor die niet-Joodse Goudse slachtoffers is het aantal, inclusief de verzetstrijders, nu gekomen op 134. De toekomst zal uitwijzen of er nog meer namen bij gaan komen. Er hangt nu een nieuwe lijst waarop alle namen staan. Een tweede zichtbare herinnering voor alle Goudse inwoners aan de muur van het stadhuis. Een mens is pas vergeten als zijn of haar naam vergeten is. Daarom zijn deze zichtbare herinneringen voor onze inwoners, zoals ook de geplaatste stolpersteinen voor de voordeur waar eens Joodse inwoners gewoond hebben,
van essentiële betekenis en grote waarde, omdat zij niet alleen ons allen blijvend verbinden met het verleden, maar ook om de herinnering aan hen levend en zichtbaar te houden. Wij gaan nu over tot de kransleggingen. Ik nodig de burgemeester van Gouda, de heer Schoenmaker, uit, samen met zijn vrouw, een krans te leggen namens alle Goudse inwoners. En de eerste van de drie kransen worden gelegd door de burgemeester en zijn vrouw, de heer mevrouw Schoenmaker. Namens alle inwoners van Gouda. Nodig vertegenwoordigers van de stichting 4 en 5 mei Gouda, de heer De Korte en mevrouw Dekker Feit Soet uit respect voor de inzet van de leden van het voormalig verzet, een krans te leggen. De tweede krans dus namens de stichting 4 en 5 mei Gouda wordt gelegd door de heer De Korte en mevrouw Dekker Feit Soet. Uit respect voor de inzet van het voormalig verzet. Nodig de vertegenwoordigers van de vereniging Veteranen Gouda en Omstreken uit, de Nieuw-Guinea-veteraan van de Lucht en de Indië-veteraan van de Zwan, om namens alle veteranen een krans te leggen. Namens alle veteranen dus een krans, gelegd door de heren van de Lucht en van de Zwan. Alvorens overgegaan wordt tot de opening van het defilé, nodig ik de leden van Scouting Die Kantankies uit hun plaatsen in te nemen. En nodig ik u allen uit, na afloop
voor een ontmoeting met koffie in de burgerhal. Ik nodig dan de burgemeester van Gouda en mevrouw Schoenmaker uit om met alle kinderen en veteranen het défilé te openen en nodig ik u allen uit daarbij aan te willen sluiten. Tijdens het défilé is er voor u allen gelegenheid tot het leggen van bloemstukken en bloemen bij het herinneringsmonument. Leden van de scoutinggroep, die Kantankies. Die de hele dag al druk in de weer zijn geweest. Burgemeester Schoenmaker en zijn vrouw openen dus officiële défilé. En iedereen mag er uiteraard bloemstukken gaan leggen.
ziet het, er worden nog steeds kransen en bloemen gelegd. Heel veel mensen in het defilé op de Goudse Markt. Dit is het einde van deze speciale uitzending van RTV Gouwestad vanaf de Goudse Markt bij de jaarlijkse dodenherdenking. Namens alle medewerkers dank ik u voor het kijken en voor het luisteren.